Wereldtuberculosedag wordt wereldwijd vandaag 24 maart herdacht. In Suriname wordt voor de 36e keer stilgestaan bij deze dag. De herdenking staat dit jaar in het teken van leiderschap voor het TBC-vrijmaken van de wereld. Hiermee wordt bedoeld dat onder andere regeringsleiders en NGO's als ook mensen die getroffen zijn door TBC dit proces moeten helpen trekken. Dit meldt het Nationaal Tuberculoseprogramma van het Ministerie van Volksgezondheid. Tuberculose TBC is een infectieziekte die veroorzaakt wordt door de TBC-bacterie. Deze bacterie kan in elk deel van het lichaam voorkomen, maar nestelt het meest in de longen. Deze vorm wordt de actieve TBC genoemd. Volgens Urte Helstone, arts bij het Nationaal Tuberculoseprogramma NTP, wordt tuberculose onder andere verspreid als iemand met long-TBC hoest. Die actieve vorm is die besmettelijke vorm. En waarom zeggen we actief? Omdat die de mensen ziek kan maken. Wat is er? Iedereen kan die bacterie in het lichaam hebben. Dan heb je dus gewoon die infectie. Maar je bent niet ziek omdat je dus een goede weerstand hebt. En die bacterie die zit dus in de longen en daar is die ingekapseld doordat je een goede weerstand hebt. Op het moment die weerstand gaat droppen, breekt dat kapsel open en dan komt die bacterie vrij. Zo iemand dus eigenlijk gaat hoesten, dan komt die bacterie dus in de lucht. En als je in een gesloten ruimte bent of een ruimte die niet goed geventileerd is, dan kan die bacterie overgedragen worden. Diegene op wie die bacterie wordt overgedragen, die hoeft niet gelijk ziek te worden. Als die weerstand goed is, dan heeft die dus ook gewoon de infectie. En op het moment de weerstand erop, dan krijg je dus de ziekte. Helstone geeft verder aan dat het meest voorkomende symptoom van tuberculose een hoest is die 2 weken of langer kan aanhouden. Verder kan iemand ook last hebben van ernstig gewichtverlies, zich zwak of moe voelen en geen eetlust hebben. Dit alles gaat gepaard met koorts en het last hebben van nachtzweten. Helstone zegt ook wat te doen als iemand het vermoeden heeft dat hij of zij tuberculose heeft. Als je de ziekte hebt, natuurlijk de behandeling afmaken. De behandeling is minimaal 6 maanden. Dan ervoor zorgen dat je dus op je gezondheid gaat letten. En dat is niet alleen voor de TB-patiënten, dat is dus voor iedereen. We moeten op onze gezondheid letten. En wat heel belangrijk is, is dat we de mensen in de omgeving van zo'n tuberculose patiënt ook screenen. Want je hebt het ergens vandaan. Dus wat je gaat doen is, we gaan zoeken naar de bron, dus degene, eventuele bron, of degene die jij die ziekte hebt, mogelijk hebt kunnen besmetten. En heel belangrijk is dat je de kuur afmaakt. Er is medicatie voor TBC. Het zijn 4 medicijnen, standaard medicijnen. Dat is dus voor de vorm die dus nog geen resistentie heeft. Dan heb je 4 medicijnen. Alle 4 medicijnen krijg je eerst de 2 maanden. En dan gedurende de 4 maanden daarna dan heb je maar 2 van die 4 medicijnen. En die medicijnen noemen we gewoon tuberculose medicijnen. Dat is dus Urta Helstone, arts bij het Nationaal Tuberculoseprogramma. Wij spraken haar in het kader van Wereldtuberculosedag vandaag.